Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij met mijn vriendin. Jade! Vandaag gaan we mega groot Nickelodeon slijm maken. En wij gaan nu naar de supermarkt. Tot straks! Ja, deze werkt ook. Gaan we deze nemen? Ja. Hier gaan we scheerschuim doen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Yes. Daar. Ah ja. Deze scheerschuim, gaan we die nemen? Ja. Oké. Maar moet je er eerst schieten? Ah, we moeten heel veel bussen kopen, hè? Oké. Oké, we gaan superveel scheerschuim kopen. Dit zijn ze. Kijk hoeveel we al hebben. Laten we afrekenen. Ja. Yes. Alles staat op de band. Oké, dan kunnen we beginnen. Nee, we hebben de tafel nog niet afgedekt. Je moet eerst de tafel beschermen, want als we met slijm gaan werken, dat komt niet goed anders, hè? Nee. Voilà, dit is al het laatste. Nee. Eerst gaan we een kleine slijm maken om te zien of alles werkt. De witte lijm. Zo moeilijk. Zo? Ja. Oké, mixen. En dan nu de lintbrusten. Slijm wordt. Dat doe je nog maar, hè? Oh jawel, kijk, het wordt slijm. Ja. Wauw. Ja, het werkt. Ja, nu kunnen we de grote slijm maken. Ja. Oké. Nu beginnen we met het slijm te maken. We beginnen met de lijm. Met de scheerschuim, de lenzenvloeistof en in de lenzenvloeistof moet borax zitten. Kleurstof, lepel en een beetje water en natuurlijk een kom. Oh. Oh. Wow, dit is echt heel veel. Kijk hoeveel. Eerst schudden. Waarom doen we er kleurstof bij? Omdat we dan het slijm een mooi kleurtje gaan geven. En we gaan deze keer groen gebruiken. Dan hebben we echt Nickelodeon slijm. Oké. Vooral aan de zijkant. Ja. En nu gaan we de lensvloeistof bij doen. Daar kan je ze ook mee tekenen. Ja. Het is echt super moeilijk om in zo'n grote bak slijm te roeren. Dan ben je helemaal vol. We hebben er nog meer lensvloeistof bij gedaan. Volgens mij is het slijm gelukt. Maar als het plakt, kan je gewoon, zoals nu, het plakt nog een beetje. Lenzenvloeistof op je handen spuiten. Ja, dat klopt. En dan moet je gewoon wrijven en dan plakt het niet meer. Gaan we een slijmbox geven? Dan kunnen we zo slijm op onze hand doen en dan zo een box geven. Ja? Ja. Zo. Ja. Ja. Dan kunnen we nu naar buiten gaan en dan kan je met jouw voeten in het slijm gaan staan. Ja. Dat is een leuk idee. Oké, super. Kijk, we hebben hier echt een heel slijmbad. Ja, dat gaat wel een beetje koud zijn, hè? Wauw, kijk! Super nice. Beste kijkers, je kan het beter in de zomer doen, want het is nog wel ijskoud. Ja, het is heel koud buiten. Ik ga voor 1000 duimpjes. Daag, vergeet vast niet te abonneren en te liken.